deze muur geverfd wilde hebben. Nou, eigenlijk zit er al verf op. Er is vroeger, schijnt er een muurschildering op geweest te zijn, maar dat weet ik helemaal niet, want toen woonde ik nog niet hier. Ik woon hier nog pas 3 jaar. En het ziet er heel vies uit. Hij is nu geel geverfd en op de graffiti hebben ze andere stukken geel geplakt en er is nog een klein beetje graffiti. En het vraagt om iets leuks. Hoe ben je zo gekomen om daar de Koningin Wilhelmina School bij te betrekken? Nou, ik zie natuurlijk erg veel ouders van de Koningin Wilhelmina School die hun kinderen naar school brengen en ophalen. Die staan daar ook te kijken en nou, dan praten we daar wel eens over. En iedereen zegt van nou, ja, daar moet iets aan gebeuren. Dat ziet er niet uit zo. En waar staan welke sprieten? De sprieten van de vlinder. Oh, van de vlinder? Ja. Een boek aanbieden. En pak het maar eens even uit en geef de titel maar. Dan begrijp je helemaal waarom de klas dit krijgt. Dat is wel even heel spannend. Ja. Een boek aanbieden. Kom bij de kleine kapitein vandaan. Ja. Zie ik, dat is mijn favoriete winkel. Of van de wijnen, tenminste voor mijn... Oeh. Mijn eerste kunstboek. Joep. Zo. Zit hier aan de trekkel? Mag niet, deze is toch mooi. Toevallig heb ik allemaal plaatjes voor jullie opgezocht. Lesgegeven. Toevallig heb ik gelaten zien hoe je het kan doen. Ja, dat zijn wij drie dingen. Wij hebben alles meer gedaan. Ja, we hebben dit mooie allemaal. Berengoed. Jullie zijn nog een beetje kleine beren. Later worden jullie grote berengoed. En ik wil nou eventjes vertellen wie de derde prijs heeft. Die krijgt... Als grote beer en kleine beer. Dit, dat is Louis van Eck. Louis van Eck. En wat voor prijs heb jij gewonnen? Een biertje. En ik heb de derde prijs gewonnen. Zo, en wat staat er op jouw tekening? Een poes. En waar staat die? Hier zo. En... Het is een poes, maar het lijkt een beetje ook op een konijn. Tweede prijs, je bent een klein beertje en wordt later een groot beer. En als maar geen berengoed. Elida Morris. En jij hebt ook meegedaan met de tekenwedstrijd. Wat voor prijs heb jij gewonnen? Een beertje, een kleine beertje en een grote beertje. Maar, hetzelfde als Karim, de eerste, de tweede, de derde, wat voor een prijs? Tweede. En daar ben je ook trots op? Ja. Oké, en wat is de tekening die jij gemaakt hebt? Deze tekening, de wilde giraf. Eerste prijs voor de Biggie Raaf. Kijk eens even. Ja. En wie was dat? Dat is Karim. Karim Amasodi. En jij hebt meegedaan met een tekenwedstrijd. Waarvoor was dat? Voor een kale muur in de Laanzichtstraat. En met welke tekening heb jij deze prijs gewonnen? Wat voor prijs heb je trouwens gewonnen? Een beertje. Maar is dat de eerste, de tweede, de derde? Eerste. De eerste prijs. Daar ben je zeker wel trots op. Ja. En wat is jouw tekening? Wijs hem eens aan. Deze. En wat stelt dat voor? Raaf op een stok. En dan zijn er nog een vierde prijs. Dat was er. Nadia de Geer.
En jullie hebben ook een speciale prijs gewonnen, een vierde prijs. En wat gebeurt ermee? Komen jullie dan ook op de muur te staan? Ja. En wat komt er van jou op de muur te staan? Een schilderij van bloemen. En van jou? Mijn tulpen. Dus de hele straat moet meedenken welk kunstwerk er op de muur is. Oh, je voordat we iets gaan verklappen, dan vind ik het eigenlijk wel leuk om te kijken. Stel dat dit nou alle stemmen zouden zijn. Ja. Welke zouden zij dan stemmen? Dat kunstwerk. Dat kunstwerk. Dit kunstwerk. Dit kunstwerk. Die heb je even één minuutje om eens even te kijken. En dan doen we even hier in de klas een stemming. Sta je nou allemaal bij het kunstwerk wat jij het mooiste vindt? Nee. Nee? Hoor ik nog? Oh, dan moet je even gaan staan bij het kunstwerk wat ik het mooiste vind. 1, 2, 3, 4, 5. Geel, hoeveel zijn dat er wel niet? 7, 8, 10, 11, 12, 11. Geel 11? Oké, bijna 18 zijn het toch? 11. Wat denken jullie dat de grote mensenstemming was? De grote mensenstemming was anders dan de kinderstemming. Is het deze? Nee. Is het deze? Nee. Het is deze. Deze geworden. Oh. Met 87 stemmen. Tekeningen die uit zijn gekozen, ook die de kinderen gemaakt hebben, die worden dan verwerkt in de grote tekening? Ja, we hebben behalve dus dat er twee kunstenaars ontwerpen voor de hele muurschildering hebben gemaakt, heeft een klas uit de Koningin Wilhelmina school, die hebben ieder kind apart heeft een tekening. Het is geverfd, het is niet getekend. Helemaal mooi bedekt met voorgrond en achtergrond. En daar zijn er dus 4 tekeningen uitgekozen. En die komen alle 4 worden die verwerkt in het grote ontwerp wat op de muur komt. En hun naam en hun geboortedatum komt erbij. En dat is natuurlijk heel leuk om later te zien. Als je daar over 10 jaar langskomt, dan zie je, kijk, toen ik in groep 5 zat, heb ik dat en dat gemaakt. En het staat nog op de muur.